jongens, Jimmy zo van GamerGeeks met een iets andere video dan die je normaal gezien gewend bent. Normaal is het heel veel monteren, een beetje humor erin. Nu is het echt allemaal geïmproviseerd. Ik heb snel even wat Nintendo spulletjes bij elkaar geschraapt. Ik heb een afbeelding van de beste man waar het hier over gaat. Heb ik even bij elkaar gezocht. Ik ben echt net klaar met streamen. Het is een ontzettend onchristelijk tijdstip. Kan toch niet. 3:55. Op maandag 13 juli 2015 neem ik dit op. En zojuist is het nieuws naar buiten gekomen dat Satoru Iwata, deze man, de president en CEO van Nintendo, is overleden. Hij is slechts 55 jaar geworden en heeft de strijd tegen kanker niet overleefd. Best wel heftig. Want ik was eigenlijk net van plan om Fuck the What te gaan monteren. En nou ja, ik heb allerlei onderwerpen al opgenomen over Fuck the What. En lekker klagen over de game-industrie. En toen kwam dit ineens binnen. Ik wil het net gaan monteren, dan krijg je dit ineens op je af. En ik voel me geroepen, vraag me niet waarom, om mijn zegje hierover te doen. Ik ben zelf altijd wel heel kritisch geweest over Nintendo. Dat mag geen geheim zijn. Laatste E3 persconferentie. Ik wil het er niet over hebben. Metroid Prime Federation Force. De Wii U, zeg maar. Hoe ze dat allemaal hebben aangepakt. Ik vind het niet slim. Ik voel me ook absoluut niet geroepen om nog steeds dat apparaat te halen. Maar los daarvan, en de reden trouwens ook waarom ik zo kritisch ben. En het is bijna raar dat ik dit eigenlijk elke keer moet benadrukken. Maar de reden waarom ik kritisch ben is omdat ik wil dat Nintendo slaagt. Want zij zijn... Het is Nintendo. Weet je wel, ik ben ook opgegroeid met de Super Nintendo. Naast, zeg maar, PC gaming. Als iemand een Super Nintendo had, dan was dat... Dat bij wijze van mijn beste vriendje ineens. En weet je wel, ze hebben zoveel invloed, dat bedrijf. Ondanks dat het nu niet goed gaat. Maar goed. Weet je, dus ik wil dat ze slagen. En ik zal daar ook meteen heel eerlijk in zijn. Ik heb de afgelopen paar jaar ook gewoon geroepen. Satoru Iwata moet afstand nemen van zijn positie. Want... Het gaat niet goed met Nintendo. En wie is uiteindelijk degene die de beslissingen maakt, precies? Weet je al, de president, de CEO. En dan in plaats van dat hij, zeg maar, voorzichtig stapjes terugneemt... om te kijken of het dan wat beter gaat in plaats daarvan... dan hij juist meer de controle over. In 2013 werd hij ineens CEO van Nintendo Amerika. Dat ik denk, wat heeft Reggie nou weer fout gedaan? En waarom doe je dit? Neem nog meer hooi op je vork. Ik vind dat niet slim zelf, maar... Weet je wel, daar moet deze video niet over gaan. Wat ik wel heb met Iwata is, en dat is zeker dan op zo'n moment, als hij er dan ineens, althans voor mij kwam het ineens onverwachts, kwam dit nieuws naar buiten, dat hij er dan niet meer is. Dat ik wel heel veel respect heb voor Satoru Iwata. Je zou namelijk maar president van Nintendo zijn. En CEO. En CEO van Amerika. En... Weet ik veel wat voor functies hij nog meer achter zijn naam heeft staan. Dat is zo'n enorme druk. Ik zou dat denk ik nooit van mijn leven willen meemaken. Sterker nog, ik werd net al gek toen er een paar mensen in mijn stream... waar dan een handjevol mensen naar kijken, want hey, het is midden in de nacht... dat die dan al gaan lopen zeiken over hoe ik Hearthstone speel. Weet je al, daar kan ik dan al niet tegen. Laat staan als je Satoru Iwata was. En... hij is ook bijna alles geweest wat je kan zijn binnen en net iets buiten Nintendo. Hij is begonnen als programmeur bij Hell Laboratory, de developer van Kirby, Balloon Fight, Earthbound. En daar heeft hij aan meegewerkt. Vanaf daar is hij dan naar Nintendo gegaan en is hij sinds 2002 president geweest. En hij heeft het bedrijf in alle vormen, soorten en maten gezien. Hij was er bij Hell Laboratory dan toen het fenomeen gaming eigenlijk nog populairder en groter maken met de Super Nintendo, Nintendo 64, de NES. Hij werd president op het moment dat Nintendo in de middenmode zat. Weet je wel, de GameCube. Ik vind het persoonlijk de beste console die Nintendo ooit heeft gemaakt. Maar als je kijkt naar verkoopcijfers en hoe mensen in het algemeen kijken tegenover de PlayStation 2 en de Xbox. Online gaming was toen, werd toen een ding. En Nintendo deed daar niet aan mee, weet je wel. De Game Boy Advance was natuurlijk wel een succes. En daarna
Dus dat was zeg maar een beetje de middenmoot. En dan het gigantische succes van de DS en de Wii. Waar Iwata ook gewoon aan heeft bijgedragen. En om dan ook als president zeg maar de afdaling te zien. Dat alhoewel de Wii goed heeft verkocht als systeem, de games erop op den duur niks meer deden. Zelda Skyward Sword, volgens mij 2 miljoen verkochte exemplaren. Klinkt veel. Totdat je gaat realiseren dat de Wii al 100 miljoen keer over de toonbank was gegaan. Maar goed, maar dat heeft hij allemaal meegemaakt. En dan nu met de Wii U en de 3DS. De 3DS vind ik een prima apparaat op zich, maar die wordt steeds minder relevant dankzij smartphones. En dan stappen moeten nemen met het bedrijf die, waarvan je zou denken dat ze dat nooit zouden doen, zoals mobile games gaan maken. Samen met een ander bedrijf, wat ook heel erg non-Nintendo is, zeg maar. Dus dat heeft hij allemaal meegemaakt. En alle kritiek en alle, tegelijkertijd waarschijnlijk ook alle complimenten krijgt hij ook op zich af. En ik word er gewoon, ik krijg er al kippenvel van. En ik krijg al doodsangst als ik er alleen al bij nadenk. Als je dat op je schouders moet nemen. En hij heeft dat wel gedaan, deze man. En hij is niet weggegaan. Hij had makkelijk kunnen zeggen, jongens, ik zie dat de Wii U faalt. Ik ga naar Sega, ik noem maar een random ander bedrijf, een Japans bedrijf. Ik ga naar Sony, ik ga naar Konami, whatever, Capcom. Weet je, zoek het maar uit. Had hij makkelijk kunnen doen. Want dat is wel wat je bij heel veel andere mensen ziet. Maar op de een of andere manier is hij altijd gebleven. En aan de andere kant hadden mensen ook altijd vertrouwen in Iwata. Want hij is, dat is volgens mij een kwestie van stemmen tussen aandeelhouders en blablabla. Dus het is niet zo alsof hij daar zelf de macht over heeft of zo. Dus toch heeft hij altijd dat vertrouwen gewonnen bij mensen. En dat, ook dat verdient gewoon heel veel respect. En over de toekomst van Nintendo, of dit nou een goed of slecht iets is. Weet je, dit gun je niemand. Zeg maar, veel te vroeg overlijden aan zo'n verschrikkelijke ziekte, dat gun je niemand. Dus over de toekomst van Nintendo, blablabla, weet je, dat zijn discussies voor later. Maar voor nu, deze man heeft ontzettend veel betekend voor de industrie die ik maar al te graag vanaf de zijlijn op deze manier analyseer. Hij heeft indirect of direct voor heel veel mooie jeugdherinneringen gezorgd. En voor nieuwe herinneringen. Ik bedoel, de Wii was gewoon een fenomeen. De DS, de eerste keer dat ik mijn DS haalde, vergeet ik nooit meer. Ik ben door de regen gerend samen met een maat van me om dat ding op te halen. Want ik had hem gepreorderd en al mijn zakgeld opzij gelegd. Nou, dat soort Nintendo verhalen van de afgelopen 13 jaar, die horen eigenlijk ook bij Satoru Iwata. En dat is een raar iets, omdat nu ineens hij is er niet meer. Dus bij deze maak ik een Japanse buiging. Althans, dat wil ik doen uit blijk van respect. Satoru Iwata, rust in vrede.